Eindhoven wordt van 8 tot en met 15 november weer overspoeld door Lichtfestival Glow. Zo'n 50 lichtkunstenaars zetten de stad een week lang in de spotlight. Het thema van deze 9e editie is Stad in Beweging. DTV geeft vast een kleine voorproef op de installaties en projecties die in november te zien zijn in en rond de binnenstad. Niet van alle lichtkunstwerken is videomateriaal te vinden. Van 7 van in totaal 20 kunstwerken van de Glow Tour was dat wel het geval. De route van de Glow Tour begint officieel in de Schellesfabriek op de hoek Bleekweg-Vestdijk. Op het VDMA-terrein is Braziliaans werk te zien met de titel Zero Hidrográfico, de Portugese term voor gemiddelde hoogte van de zeespiegel, oftewel NAP, Nieuw Amsterdams Pijl. De kunstenaars imiteren het golven van het water door 60 lampen via een strak rooster met elkaar te verbinden. In de Dommelstraat hangt een lichtsculptuur tussen de gevels boven de hoofden van het publiek. Dit werk, Ancora un Volta, nog een keer in het Italiaans, was eerder te zien op het Lichtfestival van Turijn en geeft op verschillende panelen een kind weer dat met het publiek lijkt te willen spelen. Vorig jaar werd Villa de Laak aan de Parklaan zelf uitbundig verlicht. Dit jaar spelen de lichttaferelen zich af in de sloot voor de Philips Villa. Het Franse kunstenaarsduo Azzara projecteert licht in het water. De titel van het werk, Mondes, is een samenstelling van de Franse woorden onde, wat golf betekent, en monde, de wereld. Verderop in de Parklaan worden twee villa's aangelegd. Aan beide kanten van de weg worden Villa Grandville, nu ABN AMRO, en Villa Weijers, nu Van Lanschot, en hun aangrenzende tuinen belicht. In een 8 minuten projectie komt de geschiedenis van Eindhoven en haar bewoners in het begin van de 20e eeuw voorbij. Les Orfailleurs de Lumière waren in 2012 ook al te bewonderen op Glow, toen met een projectie op de Catharinakerk. Aan de spoorzone vinden we een lichtobject dat vorig jaar ook te zien was tijdens Glow. De Large Pendulum Wave van Eindhovenaar Ivo Schoos stond toen op het Stationsplein. De installatie is na vorig jaar verder doorontwikkeld. Het aantal licht- en geluidsshows is van 3 naar 10 uitgebreid. De Catharinakerk ontbreekt ook dit jaar niet in de route van Glow. Het Franse Adlib Création neemt het publiek in een 6 minuten durende show mee door de seizoenen. Eerder was deze voorstelling al te zien in het Spaanse Burgos. Op het pleintje op het Stratums Eind is de installatie Speedrun Mapping van de Hongaar Laszlo Zsolt Bordos te vinden. Zijn complexe geometrische figuur Speedrun bestaat uit driehoeken die door 3D-projecties een voor de kijker zeer verwarrend beeld scheppen. Van de andere 13 van de in totaal 20 lichtkunstwerken van de Glow Tour is op dit moment nog geen videomateriaal beschikbaar. Daarvoor moet u nog even geduld hebben tot 8 november. Naast de Glow Tour in het centrum van Eindhoven zijn op Strijp S de lichtkunstwerken van Glow Next te zien.